daar in die hoek langs het pad komt de kant-en-klaarhaag van Mobileen. Juist om te zorgen dat het gebouwtje een beetje spannender gaat worden. Die kant-en-klaarhaag die komt er ook nog daarachter. En dan heb je hier die bloemboren ervoor. Ja, dit is de haagbeuk. Dit is dus niet de echte beuk. Dit is de capines. Dit zijn kant-en-klaarhagen van Mobileen. Er stonden hier haagbeuken in de tuin, maar die hebben we weggehaald. Dat was maar zo'n heggetje. En we zijn het aan terugplaatsen. Kijk, daar staat er een. Het is een fluitje van een zend, want op een zaterdagmiddag kan je sowieso groene levende schutting maken. Daar gaan we er een zetten en daar staat er een. En waar voor die daar? Ze hebben twee grote honden en die moet je een beetje gaan leren dat ze op de paden blijven en niet dwars door de planten heen gaan lopen. Daarom hadden ze ook van die heggetjes staan. Nou, doordat die daar op die hoek staat, moeten ze er omheen lopen. En anders lopen ze dwars door die border. Hier zet ik ook nog een paar boompjes neer. Honden het leren en het staat nog fraai ook.